We staan hier in het centrum van Pei en Biolders. We hebben lol aan het muziek maken op zichzelf, maar daarna speelt het bezig zijn in zo'n groep, in zo'n vereniging, een belangrijke rol. En dat is in ons geval dezelfde vereniging. De fanfare heeft daar een wezenlijke rol in vervuld, ja. Nou, eigenlijk wel. We ontmoeten elkaar op fanfarefeesten en bij fanfaregelegenheden en zo is het gekomen. En daar zijn alweer kinderen uit voortgekomen, dus we gaan ervan uit dat dat in de toekomst ook weer trouwe fanfareleden zullen worden. Dat we Nederlands kampioen geweest zijn. En wij gaan de moeilijkheidsgraad niet uit de weg eigenlijk. Hè. Er bestaat bij de vereniging zelf, bij de leden veel animo voor om mee te doen aan dergelijke kampioenschappen. Het is wel leuk om leuke muziek te maken, maar de muziek die aan kampioenschappen eigenlijk zijn eisen stelt, is heel anders. Dat is best van hoog niveau. Er zijn op dit moment 22 commissies die zich bezighouden met de muziek en het musiceren. Er is een instrumentencommissie, er is een muziekcommissie, er is een commissie die de opleidingen van de leerlingen regelt en het jeugdorkest. Daarnaast zijn er commissies die bezig zijn met die randactiviteiten. Er is een commissie die organiseert elk jaar een feest. Er is een commissie die de boerenbroelof organiseert. We hebben een commissie die elke maand papier ophaalt in de gemeente. Er is een commissie, een heel belangrijke commissie, die noemen we de sociale commissie. Die houdt telkens weer contact met mensen, met leden van onze fanfare die individuele moeilijkheden hebben of die iets met de vereniging hebben. Een belangrijke taak is van de sociale commissie, het bezoeken van zieken. Is iemand ziek? Huwelijken die gesloten worden, kinderen die geboren worden, daar speelt de sociale commissie toch altijd op in. In welke commissie zit u? Ik ben voorzitter van de uniformencommissie en daarnaast zit ik in de jeugdbegeleidingswerkgroep. Ja, kom maar. Ja, zo het knupske. Zo het tweede knupske. Zo knupske, drie. Ah, mooi. Ah, netjes. Zo, zeven. Kops, kop, meter. Blijf eens verstaan. Ja, zo weer. Hopsakee. Zo. La, 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 la. Oeh, wat een grote kop gekregen, zeg. Is echt niet. Wacht even. Ik denk, deze. Eens kijken. Oeh, is echt mooi. Nou, ga maar dat jasje daar passen. Volgende. Zo, 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 zo. Ga maar even de tafel. Zo, ja. Ik ben mevrouw Emka. Ik ben van de uniformcommissie van de vervaren. Ja, en dat vind ik erg leuk. Dat kost me ongeveer 2 avonden in de week. Wat druk zijn met het verenigingsleven, dat bevalt me enorm goed. Ik vind het zo gezellig. Ik vind het helemaal niet erg, die tijd die het mij kost. Want wat doen wij zoal, zou u misschien vragen. Nou, ik zal het zeggen. Wij zorgen bijvoorbeeld ervoor dat de uniformen, die zijn 5 jaar geleden, voor de jongeren, die vonden die uniformen veel te veel opsmuk. Ja, met dressen hier, dressen daar, hè, jongens. Ja. Vond je niet leuk? Nee, ze willen gewoon in het café nog na afloop iets kunnen drinken. Ja, toen hebben wij van de uniformcommissie een hele belangrijke taak. We hebben ervoor gezorgd dat de uniformen vereenvoudigden. Ja. Of wij zorgden bijvoorbeeld voor dat de kostuums naar de stomerie gebracht worden. Of wanneer de kostuums oud zijn, dan sluiten wij van de uniformcommissie om ze in de vuilnisbak te gooien. Hè, jongens? Ja. Ja. En bijvoorbeeld deze jongen.
is enorm gegroeid. Enorme scheut gekregen, groeischeut. Ja, en dan moeten we toch zorgen dat die jongeman niet met hoog water in het dorp... In het dorp loopt te paraderen. Begrepen wel. Ja, zo is het toch? Ja. Wij zijn. Zo, kijken. Oh, dat is goed, goed, goed. Goed, goed, goed. Schoon, schoon, schoon. Nou, in orde. Ja, kom maar, vrienden. Sint-Jozef uit Pij. Ze komen een serenade brengen aan de heer Piet Schoenmaker, die al 60 jaar lid is van deze vereniging. Daar komen ze, kijk, in volle daad. Gemeenschap een koninklijke onderscheiding uitgereikt werd, dan willen we als fanfare de bies in en uitwekken. We halen de communiekinderen, brengen we naar de kerk toe, een processie zijn we aanwezig, wij houden bruiloften. Als andere verenigingen belangrijke dagen of prestaties leveren, dan zijn we als fanfare aanwezig om onze felicitaties over te brengen. En dat vindt er altijd plaats middels de serenade mars.